Bijna de helft van de Nederlandse bevolking krijgt op enig moment in zijn leven te maken met psychische problemen. Op jaarbasis is dit maar liefst 1 op de 5 volwassenen. De klachten kunnen enorm variëren. Te denken valt onder andere aan depressie en burn-out, maar ook angststoornissen en verslavingen. Dit soort problematiek kan enorm complex zijn en voor degenen die ermee te maken hebben een uitdaging om hiervan te herstellen. De juiste behandelaar en behandelvorm kiezen die bij jou past, is dan ook essentieel. Wanneer je te maken hebt met psychische problemen en je kiest voor de weg van herstel, heb je de keuze uit verschillende behandelvormen. Ten eerste moet je je afvragen of je individuele begeleiding wilt of liever begeleiding in groepsvorm. Sommige faciliteiten bieden ook een mengvorm aan. Daarnaast kun je ook kiezen tussen programma's en begeleiding in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals bij Villa Ramadas GGZ in Portugal. Het kiezen voor het aangaan van zo'n proces in het buitenland kan 2 voordelen hebben. Enerzijds wordt het zo lastiger om op te geven of om weg te gaan. Anderzijds is er op die manier ook een grotere commitment aan het herstel en het programma. Het herstelprogramma is gebaseerd op 5 principes: waarheid, acceptatie, dankbaarheid, liefde en verantwoordelijkheid. Op basis van deze principes, in combinatie met behandelmethodes die passen bij de individuele cliënt, leert hij te breken met oude obsessies uit het verleden. Daarnaast wordt hij geholpen om nieuwe en betere routines in zijn leven in te bouwen. Dat begint al in het behandelingscentrum zelf, door ook daar gezonde routines in te bouwen. 8 uur werk, 8 uur slaap en 8 uur vrije tijd. Goede geestelijke gezondheidszorg biedt veel aandacht en persoonlijke zorg aan iedere cliënt. Niet één cliënt is namelijk hetzelfde en iedereen heeft zijn eigen verhaal en dus zijn eigen aanpak nodig. Een behandelaar dient hier rekening mee te houden. Hij dient zich af te vragen: wat is het verleden van deze cliënt? Waar komt hij vandaan? En welke factoren hebben invloed op wie hij is? Vaak spelen er namelijk traumatische ervaringen mee die hun weerslag hebben op iemand zijn geestelijke gezondheid. Vanuit een opgelopen trauma ontstaan er copingsmechanismen. Die waren op het moment van trauma essentieel om te overleven, maar kunnen zich later ontwikkelen tot ongezonde uitingen, zoals verslavingen, codependency, woedeaanvallen of anorexia. Het herstellen van trauma's en de bijbehorende mechanismen zijn intensieve en complexe processen. De patronen die ontstaan zijn, zijn namelijk niet per se positief te noemen. En ook die dient men tijdens een behandeling onder ogen te komen. Gelukkig kunnen patronen doorbroken worden met de juiste hulp en handvatten. Een cliënt leert vrede te sluiten met zichzelf en los te breken van het verleden. Hij gaat van overleven naar leven, mits hij natuurlijk de juiste behandelaar en handvatten krijgt. Thank you.
Een handvat dat veel ingezet wordt door behandelaren is mindfulness. Een tool waardoor de cliënt leert om meer aanwezig te zijn in het moment. Een nog wat onbekender handvat is behandeling met behulp van virtual reality. Meer over deze handvatten en behandelingen zie je volgende week.